De kerk van Santa Maria dei Miracoli is een kerk in Rome, in de wijk Campo Marzio, aan de Piazza del Popolo, tussen de Via del Corso en de Via di Ripetta, BBZ. Op de top van de drietand. In de volksmond wordt zij de tweelingkerk van Santa Maria in Montesanto genoemd, hoewel de twee bouwwerken vooral in hun indeling verschillen. Onder de tweelingkerken bevinden zich de overblijfselen van twee piramidevormige grafmonumenten, die qua vorm en grootte sterk lijken op de piramide van Caius Sestius en de afgebroken piramide van het Vaticaan. Deze twee graven moeten ook uit het Augusteïsche tijdperk stammen en werden geplaatst als monumentale toegang tot de Campus Martius. Precies de functie die de twee kerken vandaag de dag hebben. Aan de oorsprong van de bouw van de kerk ligt een wonder, dat volgens de overlevering plaatsvond op 20 juni 1325. Toen een vrouw aan de oever van de Tiber 1 op de muren langs de rivier geschilderde beeltenis van de maagd Maria aanriep om haar kind te redden dat in het water was gevallen. Naar aanleiding van de redding van het kind werd langs de Tiber, in de buurt van de huidige Ponte Margherita, een kapel gebouwd die aan Maria was gewijd. Het wonderdadige beeld werd in de kapel geplaatst, die sindsdien de Madonna van de Wonderen wordt genoemd. Deze kleine kapel is opgetekend door de cartografen van die tijd en komt voor op het stadsplan van Bufalini van 1551, Tempesta van 1593 en Lozi. In september 1525 vertrouwde paus Clemens VII de kapel toe aan het nabijgelegen ziekenhuis van San Giacomo degli Incurabili, zodat de grote offergaven die aan de Madonna dei Miracoli werden nagelaten, konden worden gebruikt om de uitgaven van het ziekenhuis te dekken. In 1529 ging de kapel over naar de Capucijnen, maar zij verlieten de kerk het jaar daarop, toen deze door een overstroming van de Tiber geheel onder water kwam te staan. In de daaropvolgende jaren werd de kapel langs de rivier toevertrouwd aan verschillende religieuze congregaties en in 1590 werd het beeld van Onze Lieve Vrouw van de Wonderen overgebracht naar de nieuwgebouwde Sint-Jacobskerk in Augusta, waar het nu nog staat. Een kopie werd op zijn plaats in de kapel geplaatst. Aangezien de plaats, langs de Tiber, steeds ongezonder werd en onderhevig was aan voortdurende overstromingen van de rivier, gelastte paus Alexander VII in 1661 de bouw van een nieuwe kerk op het Piazza del Popolo om de kopie van het beeld van de Madonna van de Wonderen in onder te brengen. En dat dit nieuwe gebouw in de plaats zou komen van een bestaande kerk die aan de heilige Ursula was gewijd. Met de nieuwe kerk werd echter pas begonnen 14 jaar na het bevel van de paus, in 1675, en 13 jaar na de stichting van de zogenaamde Tweelingkerk van de Heilige Maria van Montesanto. De kerk werd voltooid in 1679 en pas 2 jaar later ingewijd en opengesteld voor het publiek. De kerk heeft een ronde plattegrond, terwijl de zogenaamde tweelingkerk een ellipsvormige plattegrond heeft, met 4 zijkapellen en een diep presbyterium. Net als het exterieur werd het interieur ontworpen door Carlo Rinaldi en uitgevoerd door Carlo Fontana. In het midden van de vloer bevindt zich een ronde plaquet met het kardinaalswapen van kardinaal Girolamo Gastaldi, patroon en beschermheer van de kerk. Hetzelfde wapen is ook te vinden op de tegengevel, boven de gedenkplaat ter herinnering aan de bouw van de kerk.